rest van Nederland. Ja, ja, okay. En een van de boodschappen is nou juist van pak zaken regionaal op. Dat je niet iedere gemeente voor zich aan de slag is. Mm. Dus ook zwaar tegen hebben, dan moeten we... Nee hoor. Maar dus we zijn heel hard bezig om zeg maar die krimp die jullie terecht signaleren, want die is er wel geweest. Ja. Om dat weer om te buigen in minimaal een gelijkblijvend hoeveelheid bevolking. Maar ook ervoor te zorgen dat die demografische scheefgroei die wij constateren, dat die ook... Drie verse bakjes. Dat die ook wordt tegengegaan. Want we hebben die ruimte, we hebben de grond. Maar wat een heel sterk punt is van de gemeente Haar, is we liggen hier tussen drie grote steden in. We liggen in het groen en wij denken dat dat een uitstekende woonplek is, ook voor jongeren. En dat blijkt ook zo te zijn. Jongeren, toen stonden we in heel Brabant onderaan met de gemeente Haar als het ging over de bouwcapaciteit. Eigenlijk stonden we bijna tegen nul aan. Ja. En we zitten nu van de harde plancapaciteit, dus waar dus bouwvergunning voor afgegeven zijn, zitten wij boven de 100%. En als het gaat over bestemmingsplannen in procedure, zitten wij boven de 300%. Mm. En staan we nu bovenaan met stip in de provincie Brabant. Dat het echt als gemeentelijke, de gemeente Haren hier actief is en niet in de, als regio? Nee, wij zitten in de regio. We hebben dus een regio Waalbos, die loopt van Waalwijk tot en met Os. Ja. En dan zitten wij in een toeter eronder met Vught en Smink-Schessel en Boksel. Ja. En daar worden in regioverband afspraken gemaakt. Regionaal is er nog steeds een achterstand. Gemiddeld had ik net gezien 16% lopen achter op de geplande woningbouwopgave. Ja. Wij zitten met een aantal gemeenten dus boven de 100%. Wij compenseren dat nog een gedeelte. Dat betekent dus dat er ook gemeenten zijn die er ver onder zitten. Maar jaren geleden was het dus omgekeerd, hè? Jaren geleden zaten wij dus helemaal... Dat ergens ooit aan de horizon een stukje bevolkingsdaling zal plaatsvinden. En dan is de vraag, blijven we naar mijn idee krampachtig vasthouden, want krimp, kramp, dat ligt heel dicht bij elkaar. En blijven we krampachtig vasthouden aan de nood en ruimte zoals die nu is. En ja, stedelijke gebieden maar volduwen en dat laten uitdijen tot plekken waarvan eigenlijk mensen zeggen, ja, daar wil ik liever helemaal niet wonen. Of gaan we dat juist wat meer evenwichtig uitsmeren over ook het landelijk gebied. De ontwikkeling van een gemeente als deze. Daar zijn we dus ook stevig aan bezig. We zitten met de landbouw toch in een stukje herstructurering van intensieve veehouderij, zoveel mogelijk afbouwen ten gunste van andere takken van sport. En die andere kun je zien dat dit een wonderschoon gebied is. En ja, tussen die grote steden ingelegen, dan wordt wel gezegd dat we de achtertuin zijn van. Ik zie dat nog wat ruimer. Ik denk dat het vooral ook een natuurgebied zijn voor anderen. Niet alleen mensen die in de grote steden. Gebieden die Groningen, Zeeland, Zuid-Limburg. Ja, terecht. En wat is jullie standpunt ten opzichte van gebieden zoals de onze? Er staat ook in het actieplan. Er zijn een aantal. Dat kunt u natuurlijk later wel lezen. Dus overigens de geaccordeerde teksten, de ministerraad en de VNG-bestuur en IPO. Vrijdag wordt het met een handtekening op de bus door de bewindslieden en IPO mensen, zeg maar, wordt het officieel in het nieuwe met foto's zoals Ronald zei verzonden. Uh-huh. Er zijn nu regio's die zitten nu in de problemen door de bevolkingsdaling, maar ook vooral door de huishoudingsdaling en andere. Uh-huh. Die moeten weer een woorden verstopen opgave, maar ook een enorme opgave daar waar het gaat om aanpassing van de voorzieningen. Sluiten van scholen, die hebben een grote probleem met remanentskosten, zeg maar doorlopende kosten, terwijl die klasjes kleiner worden. Maar hoe betaal je dat, de verouderde leraarbestand, de eerste first come, first out. Daar moeten ze nu mee aan de slag. En alle andere regio's, die moeten eigenlijk nu gaan anticiperen. We noemen het anticipeerregio's. Dus we gaan nu met de drie top krimpregio's aan de slag. En daar proberen ze veel mogelijk lessen uit te leren. Ondertussen zullen we alle andere regio's op de hoogte houden. En die moeten zelf ook kijken. Zijn wij een anticipeerregio in die zin? U bent een anticipeerregio. Okay. Omdat u bij in cijfers van CBS voorzien dat er een krimp ontstaat. En dan lijkt het in absolute getallen niet zoveel. Ik geloof dat het om een paar honderd personen gaat. Daar gaat het ook niet om. Het gaat ook niet om 10 of 20. Ja. Het gaat erom, wat ook hier wel gezegd wordt, dat de bevolkingssamenstelling verandert. Ja. Ja. Dus dat betekent dat er veel meer oudere mensen komen. Minder jongere mensen komen, dat het een algemeen Nederlands verhaal is. Dat in 2040 wordt verwacht dat de Nederlandse groei helemaal gestopt is. Dat er alleen Amsterdam nog een beetje groeit. Dat er een verstedelijkingsverhaal aan de gang is. Dat iedereen probeert om er natuurlijk het mooiste van te maken. Maar als je dat regionaal niet goed afspreekt met elkaar, dat je elkaar kannibaliseert. Ja. En dat zie je ook gebeuren.
dat regionaal dit afspreken een vreselijk lastig verhaal is. Dus maar feitelijk niet... gebeurt dat nu toch al? Regionaal was hier die kannibalisatie. Maar dat is een gevolg van de nood aan ruimte en de beslissing om al die groei maar in die stedelijke ruimte te concentreren. Ja. Het is natuurlijk ook een kunstmatig opgelegde krimp. Hè? Je praat hier over migratiesaldo nul. Ja. Wij mogen niet groeien. Dat betekent dus per saldo krimpen. Als je het over aantallen woningen hebt. Ja, je legt de krimp gewoon op. Ja. Dus het is een uitvinding van het werk zelf. En vervolgens zeggen ze tegen ons, u heeft een probleem, hoe gaan we dat oplossen? Ja. Nou, uw collega vanmorgen zei dat ook hoor, in Overgaan. Ja, zei het ook zo. Vindt u dat zelf dan niet een beetje rare gang van zaken? Ja, en als ik dan kijk, wat voor wijken wij aan het bouwen zijn, hè? Die Vinex-locaties en dat soort dingen. En vraag, is dat nou de toekomst? Ik vrees dat daar ook leegstand zal komen dat mensen daar niet willen wonen. Op dat zijn de toekomstige wijken van ene minister. Ja. En dan denk ik, dat hebben we dan met z'n allen gewild. Hè? We zetten hier in een bos de grote wielen neer en het gaat nog verder richting Os. Gaan we boskappen om de groei van de bos maar te faciliteren. Ja. In Tilburg zetten we een wijk de Reeshof neer. Als je van hieruit kijkt, hè, zijn wij... Zo'n congres, hè? Of die twee congressen. De samenstelling van de inleiders van het congres geeft de uitkomst aan, hè? Ja. Dus het is ook een keuze hoe je een congres gaat samenstellen, wie daar de inleiders zijn en wie het verhaal gaan vertellen. Want als u mij de inleiders geeft, zal ik zeggen... Nee. Dus het gaat primair omdat hier een gemiddelde bevolking zit waarmee ik dat, die identiteit van die dorpen overeind kan houden. Twee verschillende scholen, een christelijke en een katholieke. En een openbare of in onder één dak met een gezamenlijk speelplein. Nou, als u zich omdraait, dat gebouw wordt afgebroken, dan komen de katholieke en openbare scholen in één gebouw. Oké. Okay. Met nog een zorgcentrum, een dorpshuis. En met één docentenkamer. Wat zegt u? Met één docentenkamer. Daar moeten zij samen voor gaan zorgen. We hebben wel een aantal dingen al gemeenschap. Er moet motor zijn, maar aan de andere kant als het gaat over infrastructuur, voorzieningen, openbaar vervoer, andere dingen. We erg afhankelijk van de provincie zijn, die goedwillend is, maar ook niet alles kan oplossen. En het Rijk wat dat betreft ons echt in de steek laat. Dus ik denk dat aan die kant veel meer moet gebeuren. En zet nu bij die economische motor ook de voorzieningen. En pas daarop aan en probeer niet kunstmatig de Randstad wat dat betreft boven water te houden. Want daar meer mensen in stoppen zal niet...